Feliz dia! Wij zijn hier bij de internationale spelen in het Belmen Sportcentrum. Kijk je mee? Wat is hier allemaal te doen vandaag? Het is een cultuurdag, een sportcultuurdag in Zuidoost. Dus ja, allerlei sporten voor de kinderen om ze kennis te laten maken met verschillende soorten sport, maar ook met cultuur. Ik zie er is gewoon basketbal, ik zie daar voetbal, touwtjes springen, nog veel dingen eigenlijk. Rosa, ik moet eens een nummer uitspelen. Daarom gaan we een touwtje trekken. Touw trekken, het is echt een teamspel. Je moet het met elkaar doen. American football, springtouwen. Nou, vandaag is spelletjesdag. Van alle landen van de hele wereld, zeg maar. En in deze hoek van de hal, van de sporthal, kun je Hollandse spelletjes doen. Hier hebben we vandaag de Antilliaanse spellen, hinkenspel en zakkenlopen. En dan kunnen ze punten verdienen. Waarom vind je deze internationale spelen zo belangrijk? Het is goed voor de kinderen om te sporten, om te bewegen. Blijf gewoon, ze blijven in beweging. En het is ook leuk voor de kinderen om te doen. Iedereen en alle leeftijden mag kunnen spelen. En dat ook iedereen fun mag hebben. Ja, ik denk dat het heel belangrijk is dat je kennis maakt met heel veel verschillende spelletjes. Ze zijn met alle landen bij elkaar. En dat je zo ook kennis maakt met elkaar eigenlijk. Zowel jong en oud kunnen connecten met elkaar en elkaar leren kennen. Dan zijn we gewoon met z'n allen, is gezellig. Is leuk. Je maakt nieuwe vrienden en zo, ja, is leuk.